Wil jij je chill naar boven komen, schat? Ik weet niet wat ze doet, maar het voelt wel heel lekker, hoor. Het ziet er heel stom uit. Alsof je bij de slager ligt. Woensdag raakdag. Echt half om half. Taiwan. Taiwan. Het is wel even vliegen, 12 uur. En dan land je in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Het is niet een bestemming waarvan je denkt, maar die stond bovenaan mijn bucketlist. Dan zit ik zo ver bij je vandaan. Nou, laat jij maar los, joh. Er is niks aan verloren. Ik had nooit verwacht dat ik in Taiwan zou komen. Taiwan is onafhankelijk. Ze hebben een democratie. Ja. Het is net zo groot als Nederland, alleen er wonen 24 miljoen mensen. Waarvan de helft geopereerde ogen heeft. Omdat ze zo westers mogelijk er weer uit willen zien. Mag ik even complimenten maken? Dat je er zo fantastisch uitziet. Ah, dat zeg je elke week. Ja, maar ik zie elke week ook vooruitgang. Ja, maar ik wou dat ik het ook terug kon zeggen. Het is niet leuk als je het eenzijdig vertelt. Nee, dat is ook niet leuk. Ik zeg ook niet dat je karakter is opgeknapt. Maar het lijkt ook wel of jij rustiger bent dan vorige week. Veel rustiger. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat een leven zonder gif is sowieso... een gift. Rust, reinheid en regelmaat. De drie R'en. Dat uit jouw mond. En dat waren de drie C's. Creditcards, coke en cellulitis. Zou er ook iets voor de potentie zijn? Nou, ik hoop het wel, want mijn libido is niet echt wel hoog. Nee, serieus. Sinds, mijn libido is al 3 jaar pleiten. Sinds ik uit die kliniek ben, is het echt minder, hoor. Ja. Maar gewoon de sex drive of het... Nou, vroeger gebruikte ik lucifers om de boel aan te steken. Tegenwoordig om de boel omhoog te houden. Mijn lul is gespalkt op dit moment. Thank you. Watch your head. Ja, iedereen is zo klein hier natuurlijk. Oh, oh my god. Kom, gezellig. Good evening. Hi. Hi. Have a nice day. Thank you very much. Superleuk Taipei. Klein boutique hotel. Dus oh. Een enige kamer. Mooi. Beeldig. Helemaal hout. Ja. Leuk. Net je kist. Ik heb geen claustrofobie meer naar Kiev. Nee, precies. Dat komt goed uit. Oh nee. Oh. Dat eeuwige jeugdboek waarvan je denkt, daar zit weer een verrassing in. En ga ik daar blij mee zijn? Oh, God van de Jezus. Morgenochtend gaan jullie onder het mes. Oh my God. Al jullie zwakheden en slechte gewoonten zullen worden blootgelegd. Maar het is voor een goed doel. Volledig bevrijd zullen jullie de deur uitlopen. Je gaat gewoon onder een hakmes. Wie verzint dit in godsnaam? Dat je met messen op je lijf en in je gezicht er jongeren uit kan zien. Hallo. Oh, oh. We gaan het doen. We gaan het doen. Nou, ga jij naar jouw kamer? Ik ga douchen. Volgens mij ben je me zat. Ja, ga weg. Hakmessen. Ja, dan moet ik toch even een nachtje heel goed overslapen. Oh! En dan zien we het morgen wel weer, jongens. Ochtend in Taipei. Ja, klaar voor de eerste behandeling? Hoe ga je hierop voorbereiden? Nou, messen geslepen. We worden eigenlijk ontzettend hartelijk ontvangen door Angelina. Oh, hallo! Yes! De Chinese dokter, zeg maar. Ja, dokter tussen aanhalingstekens volgens mij. Want ja, ik weet niet of je daar echt dokter voor bent als je iemand met messen gaat behandelen. Oh, yes. Oh, godsam. Vroeger lagen we onder de tafel. Maar... Oh, echt. So what do you do, Angelina? Ja, yeah, tell us. I teach ancient art of knife therapy to make people more younger. Oh, that's what we're looking for. Ja, voor deur had ze dus een eeuwenoud kompas liggen waarop ze dus ging tikken en iets met de handen deed. I will use this like a channel to the universe. And in the universe have a special data for golden, special data for petty. Put your hand like this. Dat ze met op een soort van visiebord kan aanvoelen wat je hebt. Ja, dat deed me een beetje denken aan Astro TV. Oké. Okay. I'll explain to you. Oh, spannend zeg. The point is your this area, this corner and this spinal is not at the right side. This area.
Oh, the ankles. Ankles were getting weak because we believe in human body have some special, we call qi door, like an open door. If this point open door, it's safe, could keep qi, and you are easy, have a long life. Okay. Hypertensive heart disease, less sugar, yeah. Healthy condition every day with a young partner. Hey, zie je wel. Je kan een hoop googelen. Maar toch geloofde ik bij haar dat het daadwerkelijk binnenkwam. Doordat ze in de kosmos dingen verandert, energieën verandert. Tik, 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 tik. Heb je iets aan je pancreas? En dan ben ik even in shock. Did you ever check your pancreas? Yeah. So, I have to watch my sugar. Because for your stomach, it's a little bit weak. Yeah. But the reason why is because from this pancreatic. My brother, he died of pancreas. Pancreas? Yeah. Die had van de een op de andere dag diabetes. En als dan iemand nu zegt, je hebt het aan je alvleesklier, dan krijg ik het natuurlijk Spaans benauwd, omdat ik bang ben dat ik daar ook vroegtijdig aan kom te overlijden. Maybe right now the test is fine, but affect your liver, yeah. Affect your stomach. Yeah. Right now, let's do qi reading from your body. Okay. We hebben het hele tijd over qi gehad. Het is zeg maar je levensenergie wat in je lijf stroomt volgens de Chinese leer. Did you feel her qi here? Yes. So how long you will go? Oh wow. Ik geloof in energie. Dat je geleid wordt door bepaalde krachten, door een hogere macht. I can tell you this area is more weak. For affect your stomach. That's why we have to focus that. We have to take away your bad qi. Ja, ik geloof gewoon heel erg in het voelen van energieën met handen. You waste too many energy with your brain. Think too much. Angelina ging mijn enkels voelen en ze zei dat ik daar geblokkeerd was. Yeah, it's closed. Maar ze zeiden dat mijn liefdesleven blokkeert. Nou, come on, echt. Als dat op mijn enkels heeft gelegen, dan had ik mijn benen laten amputeren, echt. Let's have a knife massage. Yeah. Nou, dan komen ze hoor, de hakmessen. Doet ze naar die vrouw. Okay, I'm ready. Okay. On my stomach? Yeah. Oh my god. Wil jij je chi onder boven komen, schat? Ik weet niet wat ze doet, maar het voelt wel heel lekker, hoor. Ziet er heel stom uit. Alsof je bij de slager ligt. Woensdag raakdag. Echt, half om half. Als het helpt om die pancreas van mij in een betere staat te krijgen, dan hakt ze nog maar lekker even verder als het aan mij ligt. If the meridian chi is going well, it's like here is for your stomach. I can actually feel my stomach now moving. Take a good rest. And this qi could easy to keep 3 days. Het is echt heerlijk. Ik kan het niet eens uitleggen. Ja, maar ook hier, dit voelt gewoon helemaal bevrijd. Het is de qi. Een hele fijne eerste kennismaking met de alternatieve geneeskunde in het Verre Oosten. I'm going to focus at here, lower back. Yeah. It will help your skin. And also I would do this area, yeah. Especially ankle. If this is getting better, yeah. We'll find our true love, okay? Mm-hmm. Oh. Inhale. Jesus. So right now the energy has come through to this knife. Mm. So the knife is getting cold like ice. Oh. Nou, dat is dus niet normaal. Ijskoud. Net alsof ze er iets uit heeft gehaald of zo. Maar ze begint warm en ze eindigt koud. Oh. Wow. What do you feel? No, it's very, very tough. Very, very tough. It's like a iron. It means think too much and didn't take a rest well. I think you must like sugar very much. Wat Angelina wel gelijk zei, is dat ik op mijn suiker moest letten. Geen koolhydraten meer eten. Nou, de kokende drank zijn ook al weg. Nou, wat blijft er nou nog over? Mijn hemel. I feel amazing. Everything is glowing. Thank you. Lekker, hè? Ik vond het heel interessant. Thank you.
Thank you very much. Have a good day. En het is eigenlijk niet voor niets, denk ik, dat een heleboel mensen van over de hele wereld naar haar toe komen. Bye. Bye-bye. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.